Yo! Welkom in Oostenrijk bij een nieuwe race van Jos Vismich. Ja, we zijn weer helemaal terug van weg geweest, toch? Zijn we trouwens weg geweest? Nee, vandaag ben ik niet weg geweest. Nou, ik wel. Ik ben naar de supermarkt geweest. Oh. Om energiebliksem te halen! Ja, dat lukt niet. Laat maar. Maar in jouw geval is het dan wel de realiteit. Daarom zei ik het ook. Zal ik in plaats van eerst de stand laten zien, eerst het weerbericht laten zien? Want ik keek gisteren naar Piet's weerbericht en toen was er van... En dan nu het weer vanmorgen. In het begin van de middag enkele regenbuien. Met wat opklaringen later op de dag. Goed, man. Oh, de week ging eigenlijk best goed. Wow. Yeah! Piet, jongen! Hij kan zo goed het weer, hè? Maar regen dus aan het begin. Ja, maar niet in de quarry volgens mij. Oh, wacht, het is spectrum. Ik bedoel, ja, vast niet volgens mij. Oké. Maurizio! Is de spaghetti al klaar? Want, heb ik al zin in, hoor? Nee, dat is nog niet klaar, een beetje. Lul? En nu ga ik een spaghetti maken om het tegen jouw hoofd aan te gooien. Met je passen je maar op straks. Ja, ik ga ervoor, hoor. Ik kan ook echt bijna zien, hoor. Oh ja, even de stand. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik sta nog steeds eerste. Dat is het enige wat ik weet. En Mitch staat nog steeds tweede. Wel iets dichterbij komen, dat weet ik. Maar... En de rest komt nu met de voice-over. Dit is de voice-over. Maar niemand interesseert de rest en je kan het ook gewoon lezen. Dus dit was de voice-over. Wow. Zo, dat was echt een supermooie voice-over. Het leek wel even dat je het zelf was. Wat een lekker stemmetje. Ja, hij kan me heel goed imiteren. Dus, Getire. Doei. Oh, Max is een keer niet eerste. Nou, het scheelt niet veel. Op 39.000ste, met softs. Geen grid penalties. Ah, jammer. Echt, hè? Nog niet. Dus we kunnen wij niet naar buiten zijn geweest op de practice, anders hadden we wel weer grid penalties aan onze broek hangen, ons kennen, hè? Als je een andere auto aanrijdt, is het meteen van, ei, straf! Dat is echt niet leuk, hoor. Nee. Holy shit, ik heb echt een slecht rondje gereden alsnog. Ik ook. Ik kreeg eigenlijk een hele goede ronde, alleen de laatste twee bochten gingen niet optimaal. Nu ben ik gewoon een achtste. Fuck, als ik de laatste bocht niet had, vond ik dat ik gewoon pol kunnen hebben. Onder u. Ik had van het gevoel echt dat ik een goed rondje reed. Misschien heb ik een verkeerde setup ofzo. Weet niet. Welke overwings heb je? Weet ik eigenlijk niet meer. Ik had iets van 7, 6 of zo. Ja, volgens mij had ik dat ook wel. Ik heb geen cornercuts gedaan trouwens. Dat is wel lekker, Jos. Ja, 7, 6. Ik had ook geen cornercuts. En je ziet hier de startopstelling voor de race van vandaag. De Mercedes is natuurlijk op de eerste startrij, op de startrij erachter Jos en Ricciardo. Daarachter heb je Max. En op de rij daar helemaal achter op de achtste positie ligt Mitch te chillen. Dus dat wordt een interessante race sowieso. Omdat het regent, dan is het altijd nog net iets extra interessanter. En we zullen zien of dat er vandaag ook zo is. Laten we beginnen. Druppels! Nou, het was al rap droog inderdaad. It's not bad. Hoi mensen! Doe ze allemaal zwaaien! Ja, hoi! Oké, mensen! Nou ga ik even concentreren op de race, oké? Okay? Ja, doei! Formeren! Hoppa! In de regen! Ja la 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 la! In de regen! Ja la 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 la! Hoi Jos! Ik zou een vraag in van, hè? Hoe kan Raikkonen zo snel zijn, maar dat Raikkonen altijd mijn teammaat is en Oh, je fucking what the fuck, joh! Nee, fucking Rosberg! Hij verneukt mijn formation lamp! Godverdomme, man! Hey, ik zat net naar achter te kijken. Ah, wat? Nee! Ik wilde hem gewoon uitrijden. Ik denk van, oh, Mitch had hem links in, daar haal ik hem rechts in. En Rosberg deed, hé, mijn banden zijn wel heel koud, zeg, eventjes snel rechts sturen. Moet je deze banden eigenlijk ook opwarmen? Ik hoop het niet. Ik ben even Max Verstappen stil aan het oefenen. Ik, oh hoor, ik sta stil. Au. Oh, over Max gesproken, hij staat wel recht achter mij. Maar dan denk je van, ja, maar Ricciardo staat toch eigenlijk achter je? Ja, maar Max is direct achter me. Ik heb gewoon direct voor mijn Bottas en links achter me heb ik Massa. Dus dat wordt echt een feestje. Zeker. Ik kan sowieso ook mijn vleugel kapot rijden in de eerste bocht, want ze remmen veel te vroeg. Anders ik wel. But that's how shit goes en zo. Arie, ben je er? Jazeker, want ik wil het niet missen als jij straks crasht. Oké, gelukkig maar. Ik had jullie niet gesproken. Pilter, ben jij er? Nee, man. Ik kom niet. Ah, mooi. Oké, daar gaan we. 500 lampjes in de regen, in jouw strijk. Let's go. Oostenrijk. De Red Bull Ring. Hoppa. Wow, Ricciardo heeft de goede start. Ik heb echt de poepstart. Wow, Hamilton heeft de poepstart. Wow, de Mercedes raken elkaar. Nou, ik raakte ook iemand. Wow, wat een exit.
Wow! Yo! Ik lig eerst! The fuck? Ja, ik weet niet wat voor exit hun hadden, maar ik blazer er voorbij. Oh, en ik word tegengehaald omdat ik mijn kutrots ben. Ga nooit mijn plek af! Zo kut, hè? Ja, kan ik niet meer eerst? Ja, ik moest maar mijn delta houden. Wacht, ik ga hem gewoon inhalen. Mag dat? Oh, dat mag ook nog gewoon. Echt? Ja. Ik heb Massa geraakt. Heb je hem het geraakt? Ja, Massa. VSC is ending. Oh, ik pak gelijk Massa! Yo, die was ziek hoor. Ja, doei jongens. Yes, ik ben blij omdat ik mijn eigen plek terug heb. Nou ligt weer op P8. In zo'n baan is af en toe wel moeilijk in de regen, volgens mij. Hang niet alleen in de regen. Het is wel de kortste baan ooit. Of ooit. Hé, even een stuk voorvleugel. Ook weer voorvleugels. Zo. Leg even vleugels, inderdaad. Maar geen kippenvleugels, zeker. Ik zit in de slipstream bij Sergio Perez. Ik zet hem ernaast. Beetje remmen zo. Ik had eigenlijk het gevoel dat ik wel eerder remde, maar het was uiteindelijk nog heel erg los. Of ik de box zou halen. Maar ik heb wel Perez ingehaald. Daar ben ik tevreden over. Hey, Bottas. Ken het verhaal van die man die laat maar. Zal ik eens een grap vertellen over Bottas? Hoe heet Valtteri als hij net super dure nieuwe kleren heeft gekocht? Geen idee. Valtteri Bontjas. Lekker Jos. Ik zit al weken te wachten tot ik die grap kan maken. Serieus. Maar ik kom hem nooit tegen. Zo. Ben ook weer gehad. Ja. Maar je zou deze race in twee delen kunnen verdelen natuurlijk. Het natte en het droge gedeelte. Oh, ik dive Bottas de moeder per ongeluk, joh. Heb ik meer tractie? Ja, ik heb meer tractie. Oh, hij raakt me. Wielbump. Ik ben er voorbij. Goeie boer trouwens. Wow. Slip. Nou, dan gaan we naar Max Verstappen toe rijden, hoor. Oh, fuck. Huppakee. Gaat prima. Met de glijbaan hier, joh. Zo'n banden worden wel heel warm, nou. In de regen kan ik die Mercedes wel voor blijven, maar ik weet niet hoe het gaat als het droog is, trouwens. Ja, dat is een goede vraag. En ik weet ook niet welke strategie hun hanteren, want ik heb niet zoveel keuze straks. Ga ik Max dive of ga ik het niet doen in deze bocht? Ik zou het niet doen. De vorige keer, maar joh, dat mis in Oostenrijk. Kassel. Oh ja, die ken ik wel. Oh, fuck. Oh, ik doe het wel! Hij doet het gewoon al, wat een lul! Nee! Ik kan niet draaien hier! Ik dive hem per ongeluk toch en het lukt. Oké, dan gebeurde het dus vorige keer niet in Oostenrijk. overstuur. Ja, gelukkig rijd ik nog een switchback line. Maakt het nog redelijk goed. Oh, beetje gras. Ik haat de regen. Oh, op het gras. Oh, daar heb je in één keer weinig grip, holy shit. Net alsof ik al überhaupt grip had, daar niet van. Ik probeer gewoon die bergheid te inventeren hier in de Alpen. Ja, ik snap dat wel hoor. Hé hey, Jos, zal ik eens een keer een bergheid nadoen? Ja, maar Piotr, jij doet altijd een bergheid na, dus ik weet niet wat je nou aan het doen bent verder, maar... Oh, dat vind ik echt compleet niet aardig, zeg. Er rijden echt twee mensen echt volledig achteraan. Waarom begin ik net te praten als Piotr ook iets meer te zeggen? Daar weet ik niet wat hij zei. De beide Mercedes zijn met elkaar aan het vechten. Dus ze raakten elkaar in de eerste bocht, hè? Fucking mooi. Maar ik zat erachter, gelukkig. En toen hadden ze allebei een kut-exit, dus toen kon ik hem meteen voorbij. En toen was het 40 safety car. Zo, ik zit naast Ricciardo joh, in dit stukje. Dat ga ik echt niet doen, hoor. Dit wordt spannend! Ik zeg het je vast, ik ga er voorbij. Switchback ik hem een beetje terug. Krijg ik een andere lijn. En hij rijdt weg, dat was geen goede lijn. Ah, jammer. Niet remmen op de curbs, nou, dat is goed voor. Dip. Die wordt gewoon de DRS aanzetten. Ze zijn het nat ook gewoon rechtdoor hoor. Maar joh, jij leek de eerste. Oh ja. Ja, maar dat was meer voor jou eigenlijk bedoeld hè? Ja, dat is wel aardig van je. Thans hebben we nog geen infinity update. Dat is wel waar. Of infinity double. Het wordt wel heel droog. Ik zie bijna geen druppeltjes meer. Het was zeker droog nu ja. Alleen op, ja, op mijn scherm. Maar. Geen verse druppels. Maar ik durf nog niet naar binnen te gaan, want ik ga altijd te vroeg. Ja, dat zie ik ja. Ik kon er keigoed in beeld staan. Golden Powerpot, fastest lap! En dan komt Piotr. Hey Jos, dat was de fastest lap. Ja joh man! Lekker is dat hè. Zo, hey jongen, Straks gaat hij nog zeggen, hey Jos, je rijdt in een auto. Oh, god! Echt? Bedankt voor de info! Wat een lul. Oké, dan stik ik er wel in. Mee. Dank je Piotr. Aan de buitenkant bij Ricciardo! Oh, dit ga ik gewoon doen. Nou ga ik hem gewoon laten hangen. Hij raakt me een beetje.
Ja, ik heb hem. Ik ga ervoor, hoor. Ik ga ervoor. YOLO. Ja, dit is de goede. Holy shit. Het voelde echt veel te slippery, dus denk ik ga het gewoon doen. Slokkie. Hoe is je dat? Ik kreeg echt precies op het moment dat jij de pissen ging, kreeg ik mijn strategie aangeboden. Echt? Voor deze ronde, terwijl de pits voorbij was. Dus ze zeiden, kom deze ronde naar binnen. Ja, maar ik ben de pits al voorbij. Oh ja. Ik heb wel voor de softs gekozen, want ik durfde niet anders. Ja, dat snap ik. Dat heb ik ook. Want anders ga ik het niet halen, want 10 rondes is best wel veel volgens mij op deze banden. Je hebt wel een goede gok genomen, hoor. Volgens mij is die redelijk goed, hè? Ja, hij is precies goed. Maar ik zit er altijd precies naast, godverdomme. Zo, ik heb inderdaad goede tractie. En DRS nou enabled. En pitje in, oké. Lekker drinken. Hoi jongetjes, waar hebben jullie mooie helmen zeg? Zo eentje zou ik ook wel willen. Maar ik heb mijn eigen helm. Dus ik hoef hem niet, want ik langzaam stop. Ah, ik schiet over. Doei. Rip. Nou, laten we maar weer eens onderweg. Oh, Rosberg heeft supersoft laten monteren. Ja, kut. Oh my god, dat wordt echt verschrikkelijk. Oh, ik kom voor Rosberg. Juist. Ik heb volgens mij... Is Hamilton nog doorgereden? Ja. Die rijdt nog. En Verstappen ook. Dan denk ik dat ik bij de Mercedes ga jumpen. Maar als ze superstops gaan, dan wordt een interessant verhaal. Ja, dan wel. Oké, Max rijdt daar... Oh, ik word gebeld. Ik ben wel aan het concentreren! Echt, hè? Die rijdt een of andere gekke Nederlander voor mijn neus. Ik kan me niet concentreren! Oh, ik raak hem. Hier! Hij gaat naar binnen. Rosberg is wel moeilijk snel. Nou, ik had Verstappen wel willen inhalen. Nou ja, ik werd gebeld. Zelfs Bottas is sneller als ik. Oh nee. Ik heb Hamilton ook gejumpt. Klik tweede. Nooit. No to self. Niet midden in de bochtje fuel aanpassen, Mitch. Was het een walnoot of? Nee. Oh, Grosjean! Als zelfs Grosjean zo snel is, dan... Dan wordt dit de snelste ronde waarschijnlijk voor mij. Waarschijnlijk wel. Oh, heerlijk die grip, hè. Daar heb ik wel begrip voor. Hoi. Okay, this is Jeff. Are you back, Jeff? Hoe heet die? Jeff. Hij zegt, hey, hier is Jeff. Nou, ik heb gewoon Arie hoor, ik weet niet. Jeff is de tweede naam. Arie Jeff van, Ik weet die achternaam niet, Arie. Arie, weet je ook alweer van achter? Van voor. Dat was het, ja. Arie van voren naar achter. Van voren naar achter, van links naar Arie. Ik zeg dan maar tegen Rosberg, misschien gaat hij dan even weg. Tegen Arie Rosberg, dat is zo'n andere broer. Hij is een drieling. Heb ik nou een keer betere tractie? Nee, natuurlijk niet. Oh, Rosberg komt zo dichtbij de hele tijd. Zo, jij gaat hard. Ja, helemaal lekker hoor. Ik heb geen fuel meer om mee te spelen, dus ik probeer de slipstream maar een beetje te breken. Ik heb ook bijna geen fuel meer. Ik heb helemaal niet geleend tijdens de regen. Oh, hij duift me! Zo, nou, dat ging echt maar net goed hoor. Holy shit. En nog 6 rondes te gaan. Ik had Rosberg al voor de overwinning. Maar ik duif me. Ik moet ruimte laten. Ricciardo komt nu dichterbij. Dat was best wel een mooi verdedigend moveje van mij, als ik het zelf. Oh, Ricciardo duift nu Rosberg. Oké, prima. Welke banden rijdt hij? Ik denk softs, want Rosberg heeft zijn plek gewoon gehouden. Ik heb zijn battles met iedereen, behalve met mij. Hé, de achterbanden. Oh, daar komt hij weer. Verdedigende acties hier, jongen. Ik heb nog nooit zo goed verdedigd in mijn leven. Met de muur. Aan de binnenkant blijven, slipstream verbreken. Naar de buitenkant, omdat Rosberg weer terug in de slipstream duikt. Binnenkant verdedigen. Oh. Prima. Iets te ver ingestuurd. Geef niet. Nog steeds een prima exit. Jos. Ja? Ik moet nog 5 ronden. Dan ga ik nooit volhouden dit, man. Ik zou bijna zeggen, zal ik eens helpen, maar... Nou, doe maar even niet. Als jij voor mijn neus gaat rijden, dan wordt het nog moeilijker. Dat is waar. Hé, hey Jos. Er komt net een vrouw voorbij en die zei Pieter tegen mij in plaats van Pilter. Mag ik nou fucking boos worden? Ja, Pilter. Hoi, vieze ik krijg jou nog wel, spierige. Oh, nou pak ik een keer een hele goede exit. Hij komt nog steeds dichterbij, joh. Maar de superstops gaan er ook wel gewoon aan na een tijdje. Ja, daarom moet ik het nog even volhouden. Hé, hey, Felipe Nasser! Opzij! Dus straks, als ik dichterbij kom, wil je daar alsjeblieft weggaan? Hier, je krijgt dat blauwe pampjes. Oh, ik moet verdedigen. Rosberg staat aan mijn buitenkant nu. Ja, die heeft hij. Ja, fucking goede move, zeg. Holy shit. Daar kon ik weinig aan doen, helaas. Misschien verneut hij zijn banden nog op het eind. Ah, hij rijdt nu al weg. Oh, wat? Ik ga al een achterblijver in over het gras. Zo graag wil ik niet crashen. Oh, wow! Holy shit! En als ze gaan we weer in! Ja, thanks, oh. Man! What the fuck? Nou mag je me weer voorbij laten, want er zit er steeds blauwe vlaggen, idioot! Is de kans op een knot hier? Wow! Dude! Waarom ben jij zo stil? Waarom ga je achteraan? Oh my god. Nou, ik heb mijn battles hoor. En met Nasser. Ja, echt, ik maak geen grap. Het waren echt gewoon battles, want hij was even snel. Daar ben ik klaar mee, hoor. Hans Beck Maurizio, we hebben een goede spaghetti naar jou.
Nee, Rosberg! Nou is het voorbij, ik heb mijn voorvleugel verloren. Oh nee. Ik remde echt fucking vroeg en hij remde echt zo ontiegelijk laat. Hier ga ik hier nog van ondervinden. Volgens mij heb ik jou de pronk laten spinnen nu. Vroeg het leuk. Ja, hij reed tegen hem aan. Dat moet hij niet doen. Lekker Daniel. Ja, de super softs waren ook gewoon mogelijk geweest. Voor mij niet, hè. Ik zit nu op 35% op softs. Ah, nou kijk ook nog met Hamilton te maken. Nou, dan gaan we weer verdedigen. Ah, daar komt hij al, joh. Oh, ja, als hij switchback doet, dan heeft hij me. Vernietig hem. Oh, ik blijf er nog vol. Rich. Rich. Daar komt hij. Oh, binnenkant. Op tijd. Remmen. Jongens, lekker. Rosberg crashen nu. Dat is de laatste ronde toch? Ja, daarom. Zorg dat we Hamilton achter ons houden. We hebben in ieder geval nog een podiumpje. Podium gesproken. Olé. Oh. Lek, Jos. Steady race, hoor. Jazeker. En nou, het komt ook wel even goed uit, want alle races die hierna komen, zijn allemaal banen die ik echt verschrikkelijk haat en niet kan. Boom. P3. Dan persconferentie of zo. Oh ja, dat doen we tegenwoordig weer. 1, 2. Zo, mooi. Yeah. Hé, als een beetje, ik ben een fucking boos op jullie. Hier heb je spaghetti, ik ben een zaten. Sorry, man. Oh nee, kwaas, Maurizio. Oh, pak aan, jullie smeerlappen. Oh, spaghetti. Versus spaghetti. Dat was goed. Lekker Maurizio. Dat ben prima. Ja. Zal ik anders even wel gewoon mijn Ferrari shirt aandoen? Ik heb al een verkeerde shirt aangedaan. Als je nou zo doet, dan zien ze het niet. Oh ja, dat kan eigenlijk ook wel. En die op de grond laat ik wel liggen, man. Stel maar op. Doe mij maar 5,5 kipnuggets. Met de barbecue. Stel maar. Dan zou ik ook graag een grote kipnugget bij me. Wie? En dan die man. Een hand. Ja, dat was niet de bedoeling. Ik bedoel, stel je fucking vraag maar. Ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Maar oké, vertel maar eens wel over jullie race dan, als jullie dat zo graag willen. Ik zou best wel over mijn race willen vertellen, maar eerlijk is eerlijk, heb ik na de eerste bocht niemand meer gezien. Dus dat was het wel blij dat ik nog steeds zo ver voor sta en dat ik eentje heb. Hij kan wel boos gaan lopen doen, maar het is wel gewoon lekker. Ah, spaghetti maak ik kindje wel. Maar ik moet zeggen, ik had best wel een goede start. Want ik lag 8e. En volgens mij lag ik daarna al redelijk oké. Goede dive. Dat was wel gewoon snel. Ja, en vervolgens heb ik Hamilton nog achter me weten te houden gelukkig. En was ik tevreden met een derde plaats. Maar deze jongeman die blijft wel uitlopen nu. Wat dat betreft zit ik op rozen. Figuurlijk, want ik zit natuurlijk gewoon op een stoel. Wil je op spaghetti zitten anders? Nee. We kunnen dit nog doneren aan de voedselbank, zeg maar dus. Ah ja. Ik heb darmen. Die nog? Wie vonden jullie het leukste om in te halen vandaag? Je moeder? Hier lijkt nog een beetje, volgens mij. Ja. Louis. Lekker pakken nu. Bedankt voor het kijken naar de Grand Prix van Oostenrijk. Volgende week zijn we terug met de Grand Prix van... Oh, wacht, deze wil ik ook nog even. Deze. Dat is een lekker stukje. Groot-Brittannië op Silverstone. Tot dan. Later.